hier staat de aanvoedster van PSV Vrouwen, Jesselyn Kuipers. Ja, dat klopt, dat ben ik. Gefeliciteerd als eerste. Ja, dankjewel. En 4-1 of 1-4, hoe je het maar noemt, eigenlijk op de scorebord een makkelijke overwinning. Maar was dat ook zo? Nou, de eerste helft was het aan onze kant wel makkelijk, denk ik. Ik denk, we stonden 2-0 voor en ik denk dat we in de eerste helft een goede wedstrijd hebben gespeeld. Tweede helft vallen we eigenlijk iets naar beneden, scoren ze 2-1. Maar na de 3- en 4-1 is het eigenlijk gewoon voor ons uitspelen. En dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. Kon wel iets beter, vond ik. We konden wel iets beter uitvoetballen. Maar goed, 4-1 staat uiteindelijk op het scorebord en dan ben je tevreden. Ja. Een wedstrijdbeeld, de eerste en tweede helft waren toch heel anders, hè? Enig idee hoe dat is gekomen? Nou, we gingen de tweede helft omzetten en daar hadden we iets meer moeite mee. Dus ik denk dat daar een lag. Nou, wat dat betreft zijn we er nu wel van de vorige wedstrijd een beetje weg kunnen poetsen tegen Twente. Was dat ook in je kop wat speelde of was het gewoon je gaat een nieuwe wedstrijd in en je ziet wel voor de winst te gaan? Nou, je neemt natuurlijk wel de punten mee van Twente die niet goed zijn gegaan en die neem je mee naar de wedstrijd. Maar het is natuurlijk wel een hele andere wedstrijd, de Heerenveen uit. Dus daar neem je gewoon andere punten mee en ik denk dat we het goed gedaan hebben. 4-1 is een mooie uitslag. Ja, ja. Ja, en voor jezelf denk ik dat je niet verkeerd hebt gedaan, hè? Op het veld, hoe vond je zelf spelen? Had je nog een paar dingen, dat kan nog even beter of daar was je tevreden over? Daar had ik net even een mooi balletje gegeven. Ik ben over mezelf niet zo snel tevreden, dus ik vind wel dat het, het kan altijd beter. Ja. En voor de toekomst een beetje kijken, nog een tijdje hier bij PSV aan het spelen? Ja, ik heb een contract verlengd voor 2 jaar. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dus ik zit nog 2 jaar sowieso bij PSV. Fantastisch. Ja. Hey, hartstikke bedankt. Ja, geen dank. En op naar de volgende wedstrijd. Ja, zeker weten. Ja.